Mila, wat leuk dat je in de kookhoek bent. Wat hebben we precies nodig als we appelflap willen maken? Appels. Wow. Maar hoe zit eigenlijk een appel in elkaar? Dan moeten we gewoon denk ik maar even achterkomen door er eentje te gaan opensnijden. Zo, wij kunnen aan de slag. We hebben nu de appel. Alles moet heel goed gemixt worden, zodat ieder appeltje en een beetje kaneel heeft. En een beetje suiker. Wat denk jij? Ja. Nou, dan gaan we ze in de oven zetten. Klaar voor? Yes. Oeh, spannend. En dit ruikt lekker. Proost. Wil je weten wat je nog meer met appel kunt maken? Neem dan een kijkje in ons kookboek en bekijk de andere afleveringen op devoorleeshoek.nl.